We zijn een doolhof aan het maken met een kat. En die moet dan een prinses redden. En dan moeten we ook nog de kat laten bewegen. Op een simpele manier leren wat het vak programmeren inhoudt. Het beroep wordt in de toekomst steeds belangrijker. En dat terwijl steeds minder mensen ervoor kiezen om programmeur te worden. Heel veel kinderen zijn erin geïnteresseerd, maar in de techniek erachter eigenlijk niet zo. Hoe kan dat? Omdat ze toch een beeld hebben dat de spelletjes en alles wat er op de tablets draait en op de computers draait en op spelcomputers, dat dat rechtstreeks uit de fabriek komt. En dat ze nog niet echt een beeld hebben van maar wat is er nou nodig om zo'n spel uiteindelijk te realiseren op zo'n app. Ja, je moet er eerst nog iets intypen. Wisten jullie wat het was? Eigenlijk niet, maar het is best leuk. Ja, ik kan gewoon heel veel creativiteit, eigen dingen bij bedenken en zo. En die kan je erin zetten. We zitten best mee te klooien. Wat gaat er allemaal niet goed? Nou, elke keer als we een plaatje kiezen en dan moeten we uitgummen, dan gum je ook het plaatje erachter uit. En dan krijg je weer een witte streep. Tot en met volgende week vrijdag wordt er van alles georganiseerd om het programmeursvak te promoten. Maar of deze les echt nut heeft voor de toekomst, dat is nog maar de vraag. Wat wil je liever worden? DJ. Of illustrator of zo, dat lijkt me ook wel leuk. Maar voor programmeren moeten ze maar iemand anders zoeken. Ja, dan moeten ze wel iemand anders voor zoeken, ja.